Nou, wat ik vooral heel goed vond van ons vandaag is dat we eigenlijk zo goed als geen kans hebben weggegeven. Ik denk de eerste helft nog een behoorlijke kans voor Cody Gakpo was. Maar die moest wel enorm veel doen om op de been te blijven en dan nog in de drukte op goal te schieten. Dus ik vind dat we dat heel erg goed gedaan hebben. Arne, gefeliciteerd. 0-4. Heb jij daar überhaupt ooit rekening mee gehouden dat dit mogelijk was, dat jullie zo ver zouden zijn? Nee, je verwacht niet aan de voorkant dat je hier met 0-4 gaat winnen. Maar we gingen hier wel met vertrouwen naartoe. Want ik had van tevoren al gezegd dat we van de laatste 10 wedstrijden 7 keer de 0 hadden gehouden. Weliswaar mis je niet tegen de weerstand die we vandaag tegenover ons hadden. Maar dat geeft wel vertrouwen als je hier naartoe gaat. Je doet een aanpassing, hè? 4 middenvelders staan er vandaag. Pakte dat ook precies uit zoals je aan de voorkant hoopte? Ja, nee. Dat was enerzijds om... Kijk, PSV heeft afgelopen zaterdag in Alkmaar heel veel achter de bal aan moeten lopen. Hebben ze ook gedaan, dus ze hebben ongelooflijk veel energie daar in die wedstrijd verbruikt. Maar ze hebben wel gewonnen. Afgelopen donderdag was het ook weer een hele zware wedstrijd voor ze. Dus wat enerzijds ons plan, wat het grootste deel van ons plan was, was ervoor te zorgen door 2 extra middenvelders, 4-2 op middenveld te hebben, dat ze heel veel moesten lopen. Maar waarbij we zeker niet moesten schromen om ook de lange bal te spelen. En dan is de kans als je 2 extra middenvelders hebt ook wel aanwezig dat je de tweede bal kan winnen. Dus het ging er vooral om hun mentaal zware meters te laten maken door wel het lef te hebben van opbouwen, maar ook niet te schromen om een lange bal, tweede bal te spelen. Voorafgaand aan deze wedstrijd had je het over eigenlijk een soort proces, hoe je het ook kan noemen, van hoe benaderen en hoe presteer je nou in topwedstrijden. Dat je zo'n proces bij AZ ook hebt gehad om daar te komen. Dus ik ben heel erg benieuwd ook waar we dan daarin in staan. Wat kun je daar nu op zeggen na die wedstrijd? Nou, wat ik vooral heel goed vond van ons vandaag is dat we eigenlijk zo goed als geen kans hebben weggegeven. Ik denk de eerste helft nog een behoorlijke kans voor Cody Gakpo was. Maar die moest wel enorm veel doen om op de been te blijven en dan nog in de drukte op goal te schieten. Dus ik vind dat we dat heel erg goed gedaan hebben. Ik bedoel, aan de bal hebben we redelijk tot goed gespeeld. Maar we moeten ook niet doen alsof we je 90 minuten lang gedomineerd hebben. Zo was het ook niet. We hebben ook met name de fase na rust enorm hard en goed moeten verdedigen. En heel veel standaard situaties moeten verdedigen. Wat nu vooral veel beter ging dan in Utrecht. Dus daar was ik heel erg tevreden over. Aan de bal hebben we ook een aantal goede dingen gedaan. Maar nogmaals, we moeten niet doen alsof we hier volledig voetballend gedomineerd hebben. Vind je dat in die fase in de tweede helft de wissels aan de kant van PSV jou ook wel, jouw ploeg ook wel in de kaart spelen? Ik, dat weet ik niet, want ik weet niet op basis waarvan ze gewisseld werden. Michel is al last of dat soort zaken. Dus vind ik heel moeilijk in te schatten wat ik wel gezien heb in de afgelopen weken bij PSV. Volgens mij zag ik volgende week nog een staartje voorbij komen. Dat de wisselspelers van PSV heel veel scoren. Nou, hopelijk dat wij vandaag ook een klein beetje klimmen in dat staartje met Cyril en Brian. Dus dat geeft denk ik aan hoeveel kwaliteiten ze hebben. En dan is het denk ik voor een trainer heel prettig als een speler misschien wat vermoeid is. Want ik zei net al iets over de vorige 2 wedstrijden. Dat hij dan zulke goede spelers heeft om in te brengen. Belangrijk ding nog, misschien eigenlijk uit menselijk oogpunt wel de belangrijkste vraag. Marco Spelersen, hoe is het met hem? Want we schrokken wel. Wel oké, hoor. Hij zat gewoon in de kleedkamer na die tijd. Eindelijk kwam tijdens de wedstrijd de dokter al naar me toe om te zeggen dat het wel oké was. Dus of hij woensdag gaat halen, weet ik niet. Maar het is niet zo dat hij... Hij is gewoon in de kleedkamer en zit gewoon rechtop. Dus, Van harte nogmaals, dankjewel.